Wij gaan vandaag verstoppertje spelen in al deze sprinkers. Dus... ja! Ah, shit! Shit! Hier zitten die knoppen van die sprinkers. Als ik die nu allemaal uit doe, dan zakken ze allemaal. Dan doen ze allemaal uit. Kijk! Ja! Ja! Mijn bal sprong net op mijn hoofd, wij hebben nog niet te zien. Favoriete half ginger. Ik ben nog steeds een half ginger en zo mag ik me ook noemen. We zijn op een superleuke locatie. We hebben allemaal leuke mensen mee. Jongens, dit wordt echt weer een video waar je denkt: Timo, hoe kom je er nou weer bij? Hoe heb je dit geregeld? Nou, dit heeft Erin voor mij geregeld en het is echt super. Het is geweldig. Laten we door die deur heen gaan en dan gaan jullie kijken wat we gaan doen vandaag. Dit is echt wel weer een puntje dat je denkt van: wat doe ik met mijn leven? Ik kom echt op plekken waarvan ik denk, holy shit, dit is gaaf. We doen de deur open. Er is wel een beetje hard lawaai, maar daar moeten we even doorheen, want er zitten super veel blowers. Go! Woe! Kijk hoeveel sprinkers er is. Wij gaan vandaag verstoppertje spelen in al deze sprinkers. Dus het is een hele hal vol met sprinkers, het is echt geweldig. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dingen die opgeblazen kunnen worden en wij gaan hier verstoppertje spelen. Het wordt geweldig, het wordt leuk. We hebben allemaal leuke mensjes mee. Nou moet ik echt zelf gaan pakken. We have Melchior. Melchior flipjack. 5, 4, 3, 2, 1. Lekker! We have the man with the bard, flip check. 5, 4, lekker. We have the man zonder baard, Boas, flip check. 5, 4, 3. Oh, lekker. And we have the man without baard, ook geen baard, mee, jumped ook flip check. 5, 4, 3, 2, 1. Heerlijk. Flip check. 5. Hoezo? 4. Ik doe even sokken. 3. 2. 1. Au, nice. Nou jongens, dit is oprecht wel weer even leuk, hè? Ik ben er al echt in jaren niet meer bij een sprinkers geweest. Dit is weer als mijn jeugd herbeleefd. Dit is weer even een dingetje waarvan je denkt, dit is geweldig. Hoe zijn ze op de naam gekomen? Wilden ze kussen en springen? Of wilden ze springen en kussen? Of staat kussen voordat het zacht is en willen ze daarop springen? Laat het weten in de comments. Hier denk ik dus zelf niet echt over na, want tot zover gaan mijn hersenen niet. Je hoort me misschien iets minder goed, maar ja, weet je, op zo'n locatie kan je het niet stilhouden. Moet je kijken hoe mega deze loods is en hoeveel sprinkers ze hier hebben. Het is echt geweldig. Jullie hebben super vaak aangevraagd of ik nog vaker een verstoppertje wou doen en ik vond het eigenlijk een beetje... zonder om elke video een stop te doen, maar dat ga ik niet doen, want ik heb genoeg leuke ideeën en die komen ook echt wel aan, dat wordt echt episch. Maar jullie hebben alleen maar gevraagd of ik nog een stopje wou doen en dat gaan we doen. En dit keer op een mooie locatie. We gaan eventjes de springkussentjes bij langs. We hebben hier een basketbalding, dan kan je vanuit hier met de bal, ja, daarin gooien. Het is alleen een beetje lastig. Oké, okay, Melchior, ik dacht dat ik slecht in de mikken was, maar jij gooit me gewoon helemaal overheen. Ja, ja, bingo! We hebben hier een heel mooi unicorn springkussen ding, die is ook super leuk. Dan hebben we hier een hele mooie krokodil en deze tanden zijn echt super... Au! Ja, ze zijn heel scherp. Ik durf er ook eigenlijk niet doorheen. Maar het zijn allemaal gloednieuwe springkussens en daar gaan wij iets leuks mee doen. Een hele mooie octopus. Met een mega glijbaan. Ik heb echt geen idee wat dit eigenlijk is. Het is iets raars. Maar je kan het opblazen. Dus dat is ook leuk. We hebben hier Nemo. Wow. Nemo is echt wel mijn favoriet, denk ik. Gewoon omdat Nemo dezelfde kleur heeft als mijn haar. Is Nemo jouw favoriet, hè? Ja, want Nemo is eigenlijk een beetje mijn broertje. Kan je hem dan... Ja, je moet kijken. Ja. Nemo is ook ginger. Nog een leuk springkussentje. En als laatste nog een leuk
een kussentje. Ik wil natuurlijk JB Inflatable hartstikke bedanken dat wij hier super chill kunnen springen. En ook verstopje kunnen doen, want dit is weer een locatie. Daar zeg ik u tegen, gewoon een leuke locatie. Waar wij ons als grote 20-jarige jongetjes kunnen vermaken. En dat gaan we ook doen. We zijn weer eventjes kleine kinderen. Oh, jongens, wat heb ik toch ook een leuk leven. Oké, het begint al gelijk goed. Ik ging eventjes naar de wc toe en ik ben nu alle jongens kwijt. En ik heb er al een paar gezien. Ze denken dat ik hun niet zie, maar ik zie ze toch echt. Wie heb je hier? Melchior! Hey, weet je, ik had niet gedacht dat jij daar zou zitten. Hier is een man met dezelfde kleur haar. Jongens. We zijn dus nog niet begonnen, hè? Nee. Maar we wouden ons... Nou ja, daar zit Boas en ergens hier achterin zit ook Mees. Die zoeken er maar zelf uit. We zijn nog niet begonnen met verstoppertje. Boas, we zijn nog niet begonnen. Nu weet ik al dat jij hier ligt zo, hè? Verder dat ik hier niet ligt. Nee. Jongens, we gaan beginnen met verstoppertje, ja? Snoepje? Oh, ja, lekker. Ik ga gewoon. Je hebt geen snoepje. Nee, ik heb snoepje. Jongens, we gaan beginnen met verstoppertje. Jullie mogen overal stoppen Captain in de hal. Captain Sparkles, nee, reporting zijn for duty. Hier niet bij het water. Niet weer. Captain Sparkalinas. Nee. Oké, dat mag. Unanus. Jullie krijgen 2 minuten om te verstoppen. En als ik jullie dan vind, ja, broeken uitbrengen, dan ben je af. Dat is wel vet. Dat is echt een vette broek. Oh, je wil beginnen, sorry. Ja. Timo, maar ik moet eerst plassen. Nou, wij gaan ons alvast verstoppen dan. Ja. Plassen. Nou, ga allemaal eerst plassen en dan gaan we door. Niet allemaal. Er is geen enkele video nog voorbij gegaan dat iemand zijn kleren aanhield. Elke video gaan er wel kleren uit. Poging 3 om het uit te leggen, jongens. Je krijgt... Ga je dit eten? Ik heb het al uitgelegd. Ik heb het al lang al uitgelegd. Ja, ik dus nog niet. Ik snap het nog niet. Wat gaan we doen? Oké, jongens. Jullie gaan gewoon verstoppen. En als je bent gevonden, dan... We hebben wel vaker gestopt. Hoera! Om te beginnen met verstoppen. Ik snap het nog niet helemaal. Wat gaan we doen? Oh my god. En dat is super. Oké, we gaan beginnen. In 3. Licht uit. Moet het eerste potje blijven ze aan. Hoe werkt het verstoppertje? 3, 2, 1. Jullie krijgen 3 minuten. Jullie moeten nu weg. Moet ik beginnen als jij hebt afgeteld? Jij moet open. Ik moet nu weg. Jij moet open. Oh, hij had al afgeteld. Ja, 3 minuten. 3 minuten. Jongens, oprecht. Ik moet andere vrienden hebben, want dit is echt niet te doen. Oh, ik ga wel even buiten wachten, want hier is wel lekker koud. A few inches later. Oké, ik heb nu 2 minuten gewacht en het is tijd om ze allemaal te gaan zoeken. Het is best wel lastig, want het zijn nog best wel wat kussens. En voor de duidelijkheid, je mag dus ook verplaatsen. Dus ik moet echt wel snel gaan zoeken en echt... Nee joh, nee, waar komt die vandaan? Er is hier niet eens een ballenbak, maar wel 1 bal. No way. Kijk, hierachter misschien? Nee, niemand. Hier heb je wat mooie nerfpistooltjes. En hierachter? Huh? Er zit niemand. Nou, ook niet. Hallo? Hier dan? Hierin? Ook niet. Kijk, dus hier kan je in. Maar ik weet niet waar. Ik ga er zo in. Daarboven zit vast ook iemand. En ik denk dat Boas dat is, want die bal kwam van boven. Nou, gaan zoeken en echt... Maar ik heb eigenlijk geen idee. Oh, oké, dit is nog moeilijker dan ik dacht. Ik heb het denk ik een klein beetje onderschat. We gaan hier gewoon heen. Ja! Ah, shit! Kan je daar tussendoor? Ja, waarom ging jij dan langs? Huh? Je bent overheen geklommen. Ik ben overheen geklommen. Dit is wel een redelijk dom idee, maar bij domme ideeën moet je altijd gaan. Hey. Nice. Ik had het een klein beetje onderschat, omdat gewoon hier best wel wat goede plekjes zijn. We gaan naar binnen in het mooie Nemootje. Nou, we gaan wel de trap op. Wow, no way. Ja, dit is wel een... Maar ik had je echt oprecht niet gezien totdat ik jouw haar zag. Daar zag ik net een plukje hier uitsteken. Nee! Niet verder naar achter. Misschien zit er wel iemand onder het springen, dus we moeten ook een beetje gaan springen. Niemand. Huh? Hier dan? Nee. Holy shit. Kijk hoe groot. Zou je toch denken dat hier iemand stop moet zitten? We gaan hier achter kijken. Huh? Ja, hier, hierin? Hier ligt sowieso iemand onder, 100%. Ah! Shit! Mees! Holy shit, gast! Het staat niet zo goed op film. Ik schrok wederom weer. Ik had nog gezegd, jongen. Ik zei nog, jullie mogen me niet meer laten schrikken. Ah! Ja, want dat doen jullie altijd. Maar waarom was ik naartoe en ik zei... Hier moet iemand zitten, dus wij zijn stoppers. Oké, okay, ik heb er nu 3 gevonden en we waren met z'n 6, dus dat betekent dat ik er nog 3 moet vinden.
Hallo? No way. Ja! Lekker! Hoe pas jij in dat potje? Ja, deze is wel klein, maar er zit niemand in volgens mij. Nee. Oké. Hallo? Nee. Oké, Boas zei dat hier niemand zat, maar ik heb niet om het hoek gekeken. Dus ik denk dat er toch wel echt iemand is aan. Ze zitten niet. Ja! Ja! Ik zag je in het raam. Om dat ding heen, hè? Oh, ja, maar ik was dus helemaal vergeten dat je dus ook nog mocht verplaatsen. Nou. En voor de duidelijkheid, je mag dus ook verplaatsen. Nou, jij zei, daar zit niemand. Ik zit achter dat ding daar. Kan je in een springkussen? Ja, je kan erin. Nou, misschien zit Melchior wel in een springkussen. Hij had mij echt geholpen met mijn verstopplek. Daarna is hij zich gaan verstoppen. Ik heb echt een knijterslim idee. Hier zitten die knoppen van die springkussen. Als ik die nu allemaal uit doe, dan zakken ze allemaal. En dan kan Melchior gewoon niet meer wegrennen van mij. Kijk, hier zitten de knoppen. Dan doen ze allemaal uit. Kijk. Ze gaan allemaal uit. Ja! 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 Wij gaan de dingen uit. Ja! Omdat ik wist... Je moet stil zijn, had ik niet gehoord. Oh! Ja, maar what the fuck? Hoe ben je hier ingegaan? Ja, ik heb hem zelf dicht. Jongens. Het is aan de binnenkant, hè? Oh, echt niet? Nee. Jongens, wat een tactiek, hè? Ja, dat is wel eigenlijk jouw tactiek. Ik heb hier echt niks voor gedaan. Ik wil wel even zeggen dat jij het potje hebt gewonnen. Hé, hey, lekker, ik weet yes. niet hoe je dit hebt gedaan. Maar het was ik had je nooit gevonden als je springkussen niet uit had. Ik twijfelde echt even of ik geen lucht kreeg daar binnen. Want, oké, wacht trouwens. Je moet even zien waar ik zat. Oh, het is gewoon nee, één ruimte, één kleine ruimte. Ja. Het is wel lekker koud daar binnen, of niet? Nee, heel warm. Oh. Jongens, potje 2. Boas, jij mag nu gaan zoeken omdat jij net als eerste hebt gevonden. Maar dus, ik had me opgeofferd voor de comedy. Ik gooi een bal recht op zijn hoofd toen hij de bal over. Ik keek echt nog, waar komt die bal vandaan? Maar hij kwam dus niet van boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, jullie zien me niet goed, maar ik zit hier tussen het springen en hij gaat nu zoeken. Ik zit hier echt niet lekker ook gewoon. Oké, dat waren de 3 minuten. Ik ga zoeken. Hey, ik zie je al. En iemand wil mij nu gaan beschieten, denk ik. Want ze was me aan het filmen. Lars! Haha! Gotcha, fam! Hey, hey! Je bent echt de beste verstoppelijk. Want? Ja, dat is een goede plek. Maar ik wou mijn telefoon in te pakken, want ik dacht, daar zit ik echt een half uur. Oh, ja, dat is jammer. Hey, Mel! Ik dacht, je gaat zo nu je achter kijken, maar ik dacht, hier misschien niet. Oké, ik lig hier nu op de kop. Maar Boas sprong net op mijn hoofd en hij heeft me nog niet gezien. Oh, het zou wel heel dom zijn als iemand daadwerkelijk gewoon in een springkussen gaat zitten. No! Ah! Jens! Ik kon hier de reflectie zien. Hij naaide mij erbij. Timo heeft altijd de simpelste verstopplekken, maar hij weet er toch verstopt te zitten. Timo. Ze lachen mij heel hard uit. Oh, daarboven. Nee. Ben ik nou zo dom? Ja, ik ben echt dom. Je zei dat ik slecht kon stoppen. Oh, ik stond gewoon bovenop hem. Papa was sprong net op mijn hoofd. Ja, hij sprong 3 keer boven op mijn hoofd. Dat deed zeer. Jij hebt gewonnen. Yes, kijk, want Lars lag toen daar. Dus ik dacht, ik ga niet die pakken, want dat weet jij. Ik pak die. Wow, ik ben echt gewoon de duister van. Ja. Jij wou net super graag in een springkussen, toch? Ja. Zullen we gewoon die openmaken en daarin gaan? Ja, kom. Kan je daarin komen? Zie er maar in, Lars. Jij mag erin. Ik weet al hoe een springkussen van binnen eruit ziet. Ja, je moet door het gaatje, hè? Timo! Ja. Kan je erin? Nee, vond je deze video wel leuk? Ja, wil jij mijn auto even doen? Ja. Vond je deze video leuk? Geef me even een like. Oh, wacht.
Lars, die was net ook aan het filmen. Maar die heeft het vanaf de andere kant gefilmd. Dus wil je dat nou zien, hoe het is om te gaan verstoppen, dan moet je eventjes in het i'tje klikken. En nu mag je wel even een auto doen. Moet jij zijn auto? Nee, ik weet die auto niet. Dus dames en heren, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Geen niet te abonneren en een like omhoog te doen. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette, ginger. Die was leuk, dik vet ginger, die houden we erin.